Ja. Hop. Hey. Leuk dat je dit kan, zeg. Echt een meerwaarde van de sport. Wat leuk dat jullie kijken naar Sirocco Cycling. In het eerste doel gaan Max, Jamie en Pim proberen top 100 te rijden in de mountainbike marathon in de Ardennen. Dit doel wordt bereikt in 10 weken tijd. Hierbij komen verschillende challenges langs, handige tips en de juiste trainingen om perfect voorbereid te zijn. Wij gaan iedere week een video plaatsen. Druk daarom zeker op de knop abonneren om op de hoogte te blijven. En volg ons op Instagram en op Strava voor alle nieuwe updates. Zo, goeiedag allemaal. We staan in het bos. De eerste gezamenlijke mountainbike training van vandaag. Of eigenlijk van dit doel. Ik heb een vering in mijn fiets staan. Jamie ook. Mijn vering werkt net iets minder. Ik heb een Rockshot Reba, maar hij pakt niet super goed. Die van Jamie pakt wel goed. Ja. Hij heeft een Sun Tour Radeon. En die pakt eigenlijk beter dan die van mij. Dus ja, ik had beter ook die kunnen pakken. Maar in ieder geval, wij zijn er klaar voor. Onze fietsen zijn in orde gemaakt. Max moet nog eventjes zijn voorvork wisselen. We staan in het bos. Ik weet niet of jullie weten waar we staan. Ik zal eens eventjes rond laten gaan. Als jullie misschien aan het water kunnen zien. Er is iemand van hun twee een paar keer gevallen op dit parcours. Ik ga niet zeggen wie. Maar jullie weten het vast. Laat maar weten in de reacties als je weet wie het is. Laat maar weten in de reacties, ja. En ja, ook welk parcours het is. Ook wel leuk om te weten. In ieder geval, wij gaan onze mountainbikes testen met de vering. Van de week gewoon een beetje op de mountainbike trainen. Een rustige week. Van de week nog één goede trainingsweek. En dan zijn we bijna bij een marathon. Dus we zijn benieuwd. In ieder geval vandaag goed trainen. De vering staat erin. En dan zien we het vandaag wel. Max, hersteld voor zondag? Ah, een beetje hersteld. Beetje losse fiets nog de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat het wel goed gaat komen richting ons doel natuurlijk. Jamie? Ik ben hersteld. Zaterdag natuurlijk koers gehad. Zondag al herstelritje gedaan, slechts duurtraining. Gisteren rustig rondje in het bos, dus ja. Goed hersteld. We gaan ervoor. Komt Jamie aan? Ja. En Max, laat even zijn techniek zien. Shit. Ja hoor. Ja, het minst technische van de groep, zeggen we dan. Hè. Zo, we staan even bij een... mooi schans. De mannen willen even de vering gaan uitproberen. Dus ja, dan moet ik helemaal even filmen. Mijn vering zit er nog niet in. Die komt er zo snel mogelijk in. Dus zullen ze maar kijken wat de mannen kunnen met de vering. Dit is het bultje. Als allereerst gaat Jamie. Zo. En dan komt Pim aan. Volle jump. En kwijt dat is. Zo, wat vonden jullie van de sprong? Laat weten in de reacties. Schaal van 1 tot 10. Ik vond het wel allebei een mooie 8. Hier nou, in één keer. De mannen zijn techniek training aan het doen. We hebben deze al gehaald met beide handen. Nu willen we één hand los proberen. Tim is fanatiek bezig, maar slaat vast. Dan komt Max aan. Eén handje aan het stuur. Kijken of het lukt. Zwaaien. Oh, dan rijden we er precies af. Concentratie, als die weg is, dan is het einde. We zijn bezig aan de laatste techniektraining van vandaag.
We proberen de paal vast te pakken en dan de wielen te maken. Rond hem mee. Kijk. Jamie is al goed bezig. Kom op, Max. Je hebt een rondje rijden. Open gesteld. Ja hoor. Kijk. Een hele ronde. Eén rondje. Ja, ik weet dat. Ja, geen idee. Oh. Max, die komt niet eens omhoog. Ik heb geen idee hoe dat ik dit. Je moet aankomen rijden volgens mij. Nee, dat maakt niet uit, ook geen stilstand. Tim, doe jij maar. Nou, even de prof. Kijk, dit ziet er heel makkelijk uit. En bij mij ziet het er zo kneuzig uit. Ja, niet alleen bij jou, ook bij mij. De rust erom. Zo makkelijk ook. Echt leuk dat je dit kan, zeg. Echt een meerwaarde van de sport. How to show off bij jouw mates. Ja. Doe dit. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog voor Pim's actie. Hey, we sluiten trouwens deze video af. Het is gedaan voor vandaag. Maar Jamie gaat het weekend een echte koers rijden. In de sneeuw. In de sneeuw, nou is het lekker weer. Ja, ze voorspelde sneeuw, hè? Waar is het te doen vandaag? Dat Sint-Nieuw-Joostland. De omloop van Sint. Nee, de omloop van Nieuwland. Ja. Hoeveel kilometer is dat? 80? Zo durf ik niet te zeggen. Maar ik denk inderdaad rond de 80 ongeveer. 80 kilometer. Ja. Ik pak een weekendje rust. Ik weet niet of ik heel veel ga trainen. Vandaag nog niet optimaal. Ik hoop dat ik een beetje in orde kom voor de marathon. Maar voor mij zal het toch pas fanatiek worden als ik gewoon niet meer duizelig ben. Dus eventjes afwachten. En Max, van het weekend goed trainen. Ja. Toch? Ik ga gewoon dit weekend goed trainen. En gewoon lekker duur ritje maken. En dan hopelijk op de weg. Niet in de sneeuw. En anders ga ik een tochtje inderdaad in het bos doen. Dus ja. We gaan het zien. Houd jullie op de hoogte. Volg ons zeker op Strava en op Instagram. Op Strava uploaden we alle ritten van ons. En het is leuk om ons te volgen en natuurlijk een kiddo te geven. Daarnaast natuurlijk een duimpje omhoog geven wanneer je de video leuk vindt. Volgende week gaan we waarschijnlijk naar Limburg. Dan gaan we eventjes trainen of ergens anders naartoe. Even kijken hoe we onze techniek beter kunnen maken. Kelvin gaat ook mee. Dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Dan zeggen we... tot de volgende video. Later!